Yo, welkom bij weer een nieuwe video in deze lichaamsgewicht-serie. Vandaag zijn de billen, de glutes aan de beurt. En ik heb een aantal fantastische oefeningen voor je geselecteerd. We gaan gewoon gelijk beginnen. De eerste oefening, dat is een omgekeerde plank. En deze oefening kun je isometrisch doen. Net zoals dat je een normale plank bijvoorbeeld een minuut beet zou houden. Of je kunt hem net zoals mij uitvoeren, dus gewoon blijven bewegen. Oefening nummer 2, dat is een lunge met kickback. Wanneer je deze oefening doet, hoef je niet met je torso helemaal naar voren te komen of je voeten bizar hoog in de lucht te schoppen. Dit zie ik nog wel eens vaker gebeuren. Of je je voeten wel of niet hoog in de lucht kan schoppen, dat ligt nogal aan je mobiliteit. Dus dit scheelt heel erg per persoon. Voor oefening 3 mag je op de grond gaan liggen, één hiel zo ver mogelijk naar je toe schoppen. En vanaf hier breng je je heup omhoog. Kleine tip bij deze oefening, zorg dat je je bekken continu naar voren gekanteld houdt. Dus je kantelt je bekken naar je hoofd toe. Voor de volgende oefening heb je een verhoging, dus iets van een bedrand of een bankrand nodig. En dan zet je je voeten zo dicht mogelijk tegen elkaar aan, met je knieën zo ver mogelijk naar buiten. Op het moment dat je nu omhoog gaat, wil je ervoor zorgen dat je bekken niet kantelt. Dus hetzelfde als bij de vorige oefening, je houdt je bekken een klein beetje naar voren gekanteld, zodat je rug mooi zijn neutrale houding houdt. Vergis je niet bij de volgende oefening, want dit lijkt een vrij makkelijke oefening. Alleen er zijn heel veel mensen die inactieve bilspieren of überhaupt bekkenspieren hebben, doordat we heel veel zitten tegenwoordig. Dus de kunst bij deze oefening is om je bekken te laten kantelen en hierbij alleen je billen aan te spannen. Op mijn kanaal staan verschillende series, zoals de verzuringsserie en natuurlijk deze lichaamsgewichtsserie. Als je al die video's wilt zien, vergeet dan niet te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video.